Kruis, heet u! Ik denk dat u mij wel kent. Van mijn succesvolste boek zijn wereldwijd meer dan 40 miljoen exemplaren verkocht. Is dat succes naar mijn hoofd gestegen? Niemand verleidelijker hier vanavond dan de koning van het boekenbal. Dames en heren, Herman Koch. Vind je het niet leuk van mij dat ik ondanks alles zo normaal ben gebleven? Vraag ik soms aan mijn vrouw. Ondanks de Jaguar XF wil ik daarmee zeggen. Die ik na 8 maanden heb ingeruild voor een eveneens zwarte Range Rover Sport. Die veel beter bij mij past. Ondanks de miljoenen op de bank, ons dijkhuisje in Zeeuws-Vlaanderen en het appartement in Barcelona. Ik vraag het met een ironische ondertoon, met die lichte twinkeling in mijn ogen die ik er op commando in kan aanbrengen. Dan zien we helemaal vaak dit. Ik denk, bevalt het niet? Nee. Die sluitschrijver die heeft zo'n soort damwandje, die gaat voor zijn hoofd. En denk ik, hier wil ik niets mee te maken. Zo'n schuifje. Dan denk ik, wat zit er nou in dat broeikastje daarboven? Wat voor verhaaltjes worden daar nu verzonnen? Ja, gewoon alleen een handtekening? Ja. Ah, een Russische. Prima. Vraag heel concreet, Herman, is ben je een psychopaat? Ja, nee, dat vind ik ook. Eigenlijk vraag je dat. En dat vind ik heel goed. En hoe moet ik daarna op antwoorden? De schrijver, bescheiden, weet ik wat, en iedereen vindt hem aardig. Maar een beest in, achter zijn schrijftafel, hè? Herman, die neemt je mee alle mogelijke kanten en hoeken op. Maar je hebt iets meegemaakt. Je hebt niet zomaar een boek gelezen, je hebt iets meegemaakt. Ja. En dat heeft te maken met de manier waarop hij doordringt, juist tot voorbij de beschaving. Hij vond het heel erg dat hij zo jong zijn ouders kwijt was. Lieve Herman, het was geen onderwerp van gesprek tussen ons, je moeder en haar ziekte. En dan zie ik mezelf plotseling op je moeders begrafenis. Jij bent 17. Wat in de boeken terechtgekomen is, is volgens mij nooit uit de bocht gevlogen. Nee, nee, maar en wat ik werkelijk denk, s'nachts door direct op mijn hotelkamer, ja. Dat kan echt nooit in een boek. Oké. Okay.